Dag kijkers, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga vandaag iets heel leuks doen. Ik ga aardbeienijs maken. En dat kan op een hele simpele manier, binnen een minuut geloof ik, zonder ijsmachine. Het is geen idee van mezelf. Ik heb het gejat van Jamie Oliver. Ik zag het een paar jaar geleden een keer voorbij komen. En toen dacht ik al, dat ga ik een keertje proberen. Maar ja, een paar jaar verder, nog steeds niet gedaan. Dus het leek me een leuk dingetje voor deze video. Ik heb hier van alles klaarstaan. Dan heb ik hier volle yoghurt, 500 milliliter. Dit is 450 gram bevroren aardbeien. Dan heb ik hier honing voor de smaak. En Jamie Oliver die deed in zijn recept Pim's likeur, maar dat heb ik niet. Maar ik doe er een beetje vanille-extract in. En dan heb ik hier een verse galia-meloen om te garneren. En hier, ik heb nog wat aardbeien apart gehouden, ook voor de garnering. Ik heb die meloen galia in stukjes gesneden. Dat lijkt me heerlijk, mensen. Ik ga het maken. Dan heb ik hier de keukenmachine. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Het doet het bevroren fruit. Je kunt natuurlijk ook ander fruit gebruiken. Ik gebruik aardbeien. Dat is heel van alles. Alle aardbeien erin. En dan doe ik de yoghurt bij. Maar in het recept gebruikt hij 500 milliliter yoghurt en 500 gram aardbeien. En dit is 450, dus ik doe iets minder yoghurt. Dan kan ik altijd nog extra erbij doen. Oké, dan doe ik gewoon even niet alles. En dan voor de zoetigheid 1 eetlepel met honing. Zoiets. En dan doe ik er een beetje, oh nee, dat doe ik later, want hij doet die likeur er ook later in. Nou, gaat ie. Nou ja, 1 minuut ga ik niet redden, want ik weet niet, het is misschien te veel aardbeien voor dit apparaat, maar ik zet hem gewoon aan. Even de boel een beetje omscheppen. Ja, dit gaat sowieso lukken. Ja, kijk, dit wordt prachtig ijs, mensen. Ik moet denk ik toch meer yoghurt doen. Zo dan. Even race voor Michel. Giet ik het hierin. Sorry. Oh, oh, oh. Nou, dit duurt langer dan verwacht, maar het lukt wel. Maar ja, hij wordt steeds meer creamy, maar misschien dat dit apparaat, dat de messen niet scherp genoeg meer zijn. Dus even een beetje erin bok hakken. Dit wordt prachtig ijs, ik zie het nu al. Zo, ik doe gelijk dat scheutje met vanille-extract erin. Zo, dan weer een theelepel, niet meer. Klaar. Moet je kijken. Homemade aardbeien yoghurtijs zonder ijsmachine. Duurde iets langer dan verwacht, maar ja, boeien. Kijk, prachtig man. Ik hier een bord. Heb ik even in de vriezer gezet. Dan smelt het ijs niet zo snel. Even kijken. Iets meer yoghurt moeten doen. Ja, nee, of minder yoghurt moeten doen misschien. Nee, dat maakt niet uit. Kijk, prachtig. Dan heb ik hier de aardbeien en de meloen. Lekker eroverheen. Ja, dit is mijn
idee om het af te maken, zeg maar. Dus een beetje van mezelf en een beetje van Jamie. Bijen erop. Dat ziet er fantastisch uit, of niet dan? Heerlijk. Nou, kan niet wachten mensen, ik ga het proberen. Nou, gaat ie. Homemade, even zonder fruit. Briljant. Het is ook super gezond. Alleen Jamie Oliver die gebruikt yoghurt zonder vet, ik gebruik volle yoghurt. Dat vind ik lekker, hè? Het is tenslotte ijs. Maar honing voor zoetstof, fruit, aardbeien. Kijk, je verse meloen, dit is echt fantastisch. Het is leuk als je een keer voor iemand kookt en dan zelf ijs maken zo. Super. Je kan natuurlijk ook nog wat slagroom bij doen. Of een wafeltje of whatever, maar ik doe het gewoon lekker. Zo. Ik had de neiging om te snel ijs te eten, dan krijg ik brain freeze. Oeh, net op tijd gestopt. Hoewel. Zo verfrissend en lekker met die verse meloen, dat is een goeie. Nou mensen, een hele dikke aanrader, ik zou het echt gaan maken. En je zag het, je hebt alleen maar yoghurt nodig, aardbeien en honing in principe. En dan kan je natuurlijk zelf toevoegingen verzinnen of je houdt het gewoon zo met die drie ingrediënten. Of je doet er een beetje liqueur bij, zoals Pimps of vanille-extract. Gewoon lekker je eigen dingen van maken. Nou, Jamie Oliver, bedankt. Oké, mensen, super bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wens jullie heel veel succes met ijs maken als je dit gaat doen. Probeer het eens met frambozen, bramen, whatever. Be creative. Oké, mensen, ik wens jullie een hele fijne zondag toe en ik zie jullie komende donderdag weer. En dan komt er een video van Koos Feest die naar John uit Den Haag gaat. Hij gaat barbecuen. Ik kan zelf niet, dus hij gaat. Sabrina gaat met hem mee, dus het wordt leuk. Mensen, dan zie ik jullie over een week weer. Veel plezier met de komende video van donderdag.